We staan hier verzameld op het balkon van een appartement in Wuhan. Simon, vertel eventjes aan de kijkers, waar zijn we momenteel? Ja, we bevinden ons in China, Wuhan om correcter te zijn. En dit is de locatie waarop dat de 7e militaire World Games plaatsvinden. Dus ja, een heel groot internationaal sportevent waar eigenlijk alle landen vertegenwoordigd zijn met hun beste sporters die bij Defensie zitten. We staan hier verzameld, laten we zeggen, op de 9e verdieping. Wat is jouw impressie al voor al eerst van het atletendorp die hier nieuw gebouwd is voor dit evenement? Ja, ik heb het 4 jaar geleden al eens meegemaakt, maar hier is het echt wel veel, veel groter aangepakt. Het heeft de allures van een Olympisch dorp, zoals je dat op de Olympische Spelen vindt. Het is dus echt wel heel groot, heel veel atleten. Alles is nieuw, nieuwbouw, appartementjes, eigen badkamers. De refter is ook gigantisch groot, verschillende keukens. Dus het is echt indrukwekkend, maar het is ook voor de atleten zeer comfortabel om hun wedstrijden voor te bereiden. Voor we vooruitblikken naar de wedstrijd, nog iets speciaals voor jou. Enkele dagen geleden, vrijdagavond, was er die grootste openingsceremonie. En daar mocht jij met de Belgische driekleur zwaaien. Hoe was dat als vlaggendrager? Ja, het was toch wel een hele eer om de vlag te mogen dragen en de Belgische ploeg eigenlijk aan te voeren om het stadion in te wandelen. Ja, dat was toch wel een heel speciaal moment. En ja, ik heb er echt ook wel van genoten om dat te mogen doen en zo mijn land te vertegenwoordigen. De beelden daarvan zijn al zichtbaar geweest voor mensen die dat wel inzien. Kun je gewoon Defensie, de Facebookpagina of Instagram volgen. Nu, eventjes vooruitblikken naar de wedstrijd. Voor jullie triatleten de langste inactiviteit samen met de marathonlopers, want op de laatste dag gaan jullie eigenlijk in actie schieten. We zeggen dat jullie 2 weken in Wuhan zitten te kijken naar die andere atleten. Hoe voelt dat dan als jullie zo moeten wachten op jullie wedstrijd? Ja, enerzijds heeft het een voordeel. We hebben langere tijd om ons aan te passen aan het klimaat, aan de jetlag, het uurverschil. Anderzijds, ja, echt de laatste dag, dan moet echt heel lang op je honger zitten. Dat is misschien net iets aangenamer geweest als we iets vroeger al gedaan hebben. Omdat ja, we zijn bezig met onze eigen wedstrijd en we hebben eigenlijk moeilijk de tijd om onze landgenoten te gaan aanmoedigen op hun wedstrijd of eens te gaan kijken. Maar goed, we gaan proberen toch 1 avond eens na zwemfinales te gaan zien. Dus het is niet onmogelijk. Maar het is wachten tot zondag eer dat we zelf van start mogen gaan. Dus het is aftellen. En dan nu helemaal vooruitblikken naar zondag zelf. Wat moet het worden? Eerst vanal voor jou individueel. Wat verwacht je? Je hebt zelf al eventjes de deelnemerslijst kunnen bekijken. Heel het internationale kleppers ook in afspraak. Ja, er zijn toch wel redelijk wat deelnemers die ik allemaal ken bij naam en ook van resultaten vanuit de internationale competitie bij de ITU. En daaronder zitten er een aantal echte toppers. De Fransen zijn zeer sterk vertegenwoordigd, maar je hebt ook Russen, Brazilianen en natuurlijk ook Maarten van Riel, landgenoot, die meedoet voor het podia. Ik denk voor mezelf, podia is te hoog gegrepen, maar zeg nooit nooit als je een super dag hebt. Kan die hier zelf toch zeker een plaats in de top 10. En ik hoop ook vooral een zeer goede race te doen om ons ploegresultaat kracht bij te zetten. En als ploeg dicht bij een podiumresultaat te komen. Inderdaad, want 4 jaar geleden hadden jullie dat podium. Zilver toen individueel voor Maarten van Riel. Hij was toen 4e net naast het podium, maar wel een bronzen medaille met het team. Nu, Maarten, wie er niet bij is, ten opzichte van 4 jaar geleden, zijn Thomas Jurgens en Bart Bosch. Die doet hij nu de marathon. Maar de vervanging is ook niet mis, met dan een Kjell de Hertog en Jelle Kleisters. Ja. Ik denk dat we met Kjell de Hertog en Jelle Kleisters 2 ook zeer sterke atleten hebben. Die ook wel echt klaar zijn hiervoor voor een goede, sterke race te doen. En Maarten van Riel natuurlijk, ja, dat is onze kopman. Die moet punten scoren. Maar ik hoop dat we opnieuw heel dicht kunnen komen bij dat podium. Maar het is altijd afwachten. Ik bedoel, als er één van de atleten het laat afweten, ja, dan is er een ploegresultaat om zeep. Maar het is aan ons, aan de Belgen, om op die manier zeer sterk voor de dag te komen. En hopelijk laten een van die toplanden een steekje vallen ergens en kunnen wij zo mee het podium op. Dan gaan wij zeker duimen. Voor mij zal het zo ook zijn vanuit België, want ik moet overmorgen terug. Maar we gaan zeker duimen om, wie weet, een medaille te zien verschijnen bij de triathlonploeg. Veel succes, Simon de Kuyper, en natuurlijk het volledige triathlonteam van onze Belgische Defensie. Oké, bedankt.